Een zonnige zondag in het dorp Wagenberg. Wagenberg, bekend om zijn prachtige Gemariskerk, is weer het decor van de jaarlijkse foto-expositie van fotogroep Perspectief. Leen Kalkman, een van de leden van de fotogroep, laat ons de hele expositie zien en ik hoop dat we wat wijzer worden van hem. We hebben 20 exposanten, 20 leden die dan zich voldoende durfden om te gaan exposeren, want dat is ook nog een drempel bij jou voorheen, want dan je hangt niet zo een paar foto's weg. Nee, wat dat betreft. En er zitten echt mensen bij die dan maar pas fotograferen. Ja. Maar die hebben nu wel geëxposeerd? Die hebben wel geëxposeerd ook. En er zijn ook mensen bij ons op de club die echt al heel veel verstand ervan hebben en die ook een hele andere manier foto's maken. Maar het is dan voor het publiek is het toch een leuke mengeling. En je krijgt nu dus dat juist de foto's van de mensen die pas beginnen, vaak door het publiek veel hoger gewaardeerd worden. Ja. En van de gevorderde fotografen, die worden door de vak. Kijken weer naar andere dingen. En wat we hier zien, Gerry Polak, is die er al lang erbij? Nee, die is nog niet zo lang erbij. En dit is Johan, en die heeft dit jaar gekozen voor zwart-wit foto's allemaal. Ja, en maar ook wel echt met effect, denk ik. Ja. Kijk, hier hebben we een prijswinnaar. Ja, dat was een serie. Hallo, en die... dat zijn tegenwoordig, moeten ze die gletsjers beschermen met doeken, want anders melden ze dat weg. Oké, daar heb je helemaal geen idee van als je er langs loopt natuurlijk. Je weet niet dat het zou dat dan zijn, denk ik. Waarom liggen al die doeken daarop? Maar klimaatverandering en dan hebben ze straks in die bergen geen gletsjers meer. Ja. Kijk, verschuift 10 centimeter per dag en iedere dag moeten ze die doeken nalopen om te kijken of dat alles nog goed is. Ja, nou, u bent de fotograaf. Ja. Gefeliciteerd met uw eerste prijs. Waar is dit? In welk land? Het is in Zwitserland, de Rhonegletscher. Oké. Nou komen we bij een hele bekende fotograaf, meneer L. Kalkman. Op vakantie. Ja, en ik heb er dit jaar voor gekozen om ze op canvas af te drukken. Die zijn niet op fotopapier, maar dat is canvas. En dan krijg je een heel ander effect. Nou, en hier hebben we de grote winnaar van deze ding. Die heeft 2 prijzen. De eerste prijs kleur en de eerste prijs zwart-wit. Wauw. Ja. Netjes. Ja. En dan komen we bij de kikkers. Connie Zijlmans. Ja. Nou, dit is ook een hele mooie. Ja, schitterend. Serie. Ja. Heel mooi. Die ook in IJsland gemaakt, ja. Nou, hier... die heeft het heel... Heel abstract. Ja. En het bijzondere was dat de jury die foto... derde prijs zwart-wit gegeven heeft, terwijl er duidelijke kleuren zitten. Dus dat vonden wij toch wel een beetje raar. Ja, wat zeggen ze daarvan? Nou, ze vonden hem zo mooi dat ze hem dan toch maar... prijs... Ja, ze wilden hem bijzonder. Een prijs geven. Echt detail, hè? Ja. Echt, ja, en deze maken volgens ons heel veel kans op de publieksprijs. Ja, dat zijn zeker de plaatjes weten, van het publiek. Dat is ook schitterend gedaan natuurlijk, hè? Ja. Nou, dit jaar hebben we ook nog een avond gehad met iemand die echt helemaal weg was van macrofotografie. En deze fotograaf heeft zich zo laten inspireren daardoor. Die is echt dus met zijn macrolens erop. Bijzonder. Ja. Kun je zeggen dat goede foto's maken te leren is of moet er een vorm van aanleg zijn bij mensen? De techniek is door iedereen te leren. Maar om de foto te maken, daar heb je dus een beetje, maar als je veel foto's kijkt en het vaak doet, dan ga je automatisch ook betere foto's maken. Ja. Ja, bedoel, nou, dit is een hele ervaren fotograaf. En die wil dan ook altijd nog iets extra's met zijn foto's. Ja. Die voetstappen ook. Ja, die zijn natuurlijk heel bijzonder. Heel bijzonder, loopt die wende aan de onderkant. Maar als je die foto goed bekijkt, dan is zitten het toch in diepte, het zand. Maar door de schaduw die erop valt, lijkt het net of ze naar boven komen. En hier bewust gekozen voor je zoon op de foto. Ja, dit is zo gegroeid. Je maakt dit foto's, vaak begin je met het verhaal om mooie foto's van je kind te maken. Kinderen werken gelukkig niet altijd even goed mee. Dus het is eigenlijk een beetje begonnen met de tweede, waarin dat gewoon eigenwijs achter of voor in die koffer ging zitten van ik heb er geen zin meer in. En dan moet er stond naast me van, hey joh, Sim, doe eens even niet. En ik juist van, oh je mond, dit is een hartstikke mooi foto, man. Niet wat jij wil hebben, maar wel wat we kunnen. En zo is het een beetje gegroeid eigenlijk op het hele verhaal. Van, nou weet je wat, ga je ding maar doen, want het wordt toch niks. En dan zijn foto's waar we echt helemaal niks aan hebben. Ook heel leuk met die koffer boven zijn hoofd. We hebben dat ding erin gekropen. Ja, dat is een prachtfoto uitgekomen.
Dus ja, dat groeit eigenlijk. Dat had ik van tevoren niet kunnen verzinnen toen ik met... Wat vindt hij er zelf van als hij het ziet? Hij is echt apetrots. En deze fotograaf die werkt heel graag met modellen. Die is altijd op zoek naar fotomodellen. En die heeft dit ook helemaal als een verhaal in scène laten zetten, die mensen dus. Ja, een beetje Romeo en Julia. Ja. Nou, en dan de laatste van de lijst. Adrie is altijd heel kunstzinnig bezig. En hij heeft nu dus echt foto's gemaakt waarop je wat kan zien. Maar... Adrie van Bergen. Ja. Nou, dat is dan de hele expositie. Ja, ik hoop dat je het ook mooi vond. Nou, schitterend. Ja. Mooie muziek erbij. Ja, mooie muziek. Ik kan niet beter. Hè? Ja, mooi, lekker weer buiten. Okay. Geweldig. Okay. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Voor de rondleiding. Ja.